Dat is vanavond precies als de Jong-Nederlandwest. Oké, we hebben onze topsponsor. Goedenavond, Sporthal de Opgang in Zwaag. Live vandaag de Hongvalse stadsderby tussen Hovo Kubo en het Veerhuis. In de vorige speelronde wist Hovo Kubo een prima thuisoverwinning te behalen op het Rotterdamse Feyenoord Futsal, voormalige TPP. Terwijl het Veerhuis toch het hoofd moest buigen in Roermond tegen de Tigers. Met daar 9-5. Ziet in beeld beide aanvoerders bij de arbitrage van dienst. In dit geval de heer Koenen en de heer Rodriguez die vandaag de wedstrijd in goede banen gaan leiden. Laten we hopen dat het een geweldige pot zaalvoetbal gaat worden. Terwijl er meteen gewisseld moet gaan worden. Ja, dat zijn natuurlijk toch ook van die kleine psychologische dingetjes. De ploeg van Antoine Gooyers doet het te boven verwachting, moeten we zeggen. Want ze staan keurig op een zesde plaats in de nationale eredivisie. Over Cuba natuurlijk hoger geplaatst. De compositie was tot gisteravond nog in handen van de Amsterdamse sportvereniging Lebo. Maar die verloren gisteren in eigen huis met 3-4 van FC Eindhoven. En dat betekent dus dat thans de ploeg uit de lichtstand van Jan Vogels de trotse koploper is. U ziet op het plankier beide ploegen staan. Sterkste viertal bij het Veerhuis op de vloer met een goal. Natuurlijk Stan Vertelman, maar verder natuurlijk ook international Jorg Ooyevaar. Joris Darien, Mukhtar Suleman en Aram Hakepov. Terwijl Hovo Kubo daar toch ook een fantastische kwartet aan veldspelers heeft staan. Het weten de Rotterdammers Zakaria Amrani, Faisal Mella en Lachin Bouyezan. Gecompleteerd met voormalig international Amir Molkeraj. Terwijl buiten beeld keeper Dave Stett nog even zijn doel vastzet. Zal denk ik daar misschien wel assistentie van gaan krijgen van Joshua St. Juste. Wachten we even op het eerste fluitsignaal van de arbitrage van dienst. Sporthal, de opgang in Zwaag, uitstekend bevolkt met zaalvoetballiefhebbers. En die hopen natuurlijk op een waar spektakel. Dan zijn dit natuurlijk ook speciaaltjes, hè. Als je dan al die spelers hoort, ja, dan komt er toch altijd wel wat extra's naar boven. Dan laten we hopen dat het in deze wedstrijd niet anders het geval zal zijn. Bouyezan en Molkeraj staan klaar voor de aftrap. En daar heeft het fluitje geklonken en is het Hovo Kubo in balbezit met Mella. Speelt naar links, naar Molkeraj. Even terug naar Faisal Mella. Bouyezan aangespeeld. Door naar Amrani, de linkspoot. Heeft daar international Jorg Ooyevaar bij zich. Uitstekend werk daar van Jorg Ooyevaar. Dan is de intrap voor het Veerhuis. Genomen door Suleman. Younes Dari. Ja, dat mislukt dan even met Ooyevaar. Coach bij Hovo Kubo nog steeds Appie Marba. En dat vanwege de schorsing natuurlijk van Sander van Dijk na die vervelende toestanden een aantal weken geleden uit bij Groene Ster in Vlissingen. Mella, Molkeraj, Amrani aangespeeld. Daar meteen het storende werk. Hakepov, Hakepov wordt daar aangeraakt. Ja, natuurlijk het fluitsignaal en de gele kaart voor, denk ik, Amrani. Ja, uitstekende interventie daar van het Veerhuis. Amrani daar aan de noodrem getrokken. Met de vrije trap voor het Veerhuis. Hakepov, de aanvoerder. Overgekomen van buurvereniging FC Marlène, waar hij
eigenlijk altijd in de tweede speelde. Heeft helemaal zijn draai gevonden in de formatie van trainercoach Antoine Gooyers. Terwijl er overleg is tussen Mukhtar Suleiman en Younes Dari. Dari schiet en die schiet raak. Ja hoor. 1-0 voor het Veerhuis uit Horen. Dankzij een uitstekend benutte vrije trap van Younes Dari. Dus we hebben natuurlijk meteen weer een wedstrijd hier in Zwaag. Dari met een uitstekende treffer. Wat gaat Hovo Kubo hier tegenover zetten? Schot daar van Amrani in het zijnet. Vertelman nog met zijn vingertoppen er tegenaan. Aardige corner, maar Boeijezand krijgt zijn voeten niet goed tegenaan. Suleiman haat het toch, terwijl Suleiman er even aangepakt wordt. Daar is de toon meteen wel gezet in deze wedstrijd. Ooievaar, Suleiman. Younes Dari, uitstekend. Kan hij de paas afleveren? Nee, dat lukte niet. En dan de overname van Hovo Kubo. Maar het Veerhuis heeft dit seizoen al meerdere topploegen weten te verrassen hoor. Ik denk nog redelijk aan het begin van het seizoen de bekerwedstrijd tussen het Veerhuis en FC Marlène. Waar de Waardse formatie pijnlijk werd uitgeschakeld door het Veerhuis. Van de overname daarvan Suleiman is. Mukhtar Suleiman, 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 Suleiman en die schiet net naast. Heitelmella. Mokkerij aangespeeld. Crosspaas verdwijnt in niemandsland. Amir Mokkerij door naar Mella. Terug naar Amir Mokkerij. Rechts Amrani opgezocht. Suleiman loert natuurlijk op die interventie. Weet dat hij natuurlijk behoorlijk snel is. Faisal Mella, paasje naar Amrani. Amrani uitstekend verdedigd. Door het midden kwam Latsen Boeijezand. Maar die had geen controle over het stugge leer. Veerhuis dan weer. Schiet op het lichaam van Molkerij. De overname van Hovo Kubo. En het schot van Molkerij verdwijnt achter. Hakenpof onder druk gezet. Moet dat oplossen met Suleiman. Is natuurlijk heel snel. Ja, en dan is het prijsschieten. Ja, natuurlijk. Mukhtar Suleiman voor de 0 tegen 2. En dan zijn we nog maar 3 minuutjes onderweg. Er staat de bezoekende ploeg. En je kunt rustig wel zeggen, de underdog uit Horen, het Veerhuis, loopt op een prachtige 0-2 voorsprong. Nou, wat een opening zeg. Younes Dari, iets te kort. Overname van Mella namens Hovo Kubo. Amrani, terug naar Faisal Mella. Mella, interventie daar weer van Suleiman. In deze openingsfase maakt het Veerhuis uitstekend gebruik van de fouten die Hovo Kubo maakt in het begin van de wedstrijd. Het is ronduit slordig te noemen.
mede natuurlijk door de snelheid van met name Mukhtar Suleiman. Valt er misschien wel wat te halen voor het Veerhuis. Ja, Hakopov. 0-3. Jongens, wat een prachtige opening toch voor de bezoekers. Aram Hakopov. Vorige speelronde in de uitwedstrijd tegen Tigers Roermond was hij er niet bij. Goed, volgende setje spelers erop, onder andere met Severiens en Velsenboer. Mokkerij weer aangespeeld. Bereikt daar Dave Severiens niet, dan kan Aram Hakopov die bal niet binnenhouden. En is de intrap snel genomen door Dave Severiens. Mokkerij weer, centraal naar Velsenboer. Severiens terug naar Mokkerij. Mokkerij zoekt een opening. Dat lukt niet. Modari. Severiens terug naar Modari. Prachtig paasje richting Mokkerij, maar die heeft geen controle over de bal. Bertelman moet die bal nu kwijt, ja. Probeerde Daan Buurman te lanceren, maar zijn worp was onvoldoende. Modari speelt naar Mats Velsenboer door naar Severiens. Severiens krijgt de bal niet voor, want er wordt prima mee verdedigd door Younes Dari. Ja, attent. Gelopen daarvan keeper Dave Stet van Overkubo. Severiens, Modari. Goed onder druk gezet door zijn neefje Younes Dari. Ja, dat zijn familieleden. Ah, Mokkerij. Goed gespeeld dit. Nee, en dan ook weer uitstekend verdedigd door het Veerhuis. En dan de afvallende bal voor Overkubo. En dan is het gevaar geweken hier op de houten vloer in Zwaag. Prima speeltempo overigens in die openingsfase van deze wedstrijd, want we zijn nog maar 5,5 minuut onderweg. Stand 0-3 voor het Veerhuis. Met wederom weer de ploeg van Gooyers, Younes Dari, ja. En die wordt daar aangetikt door Severiens. Scheidsrechter Rodriguez ziet er niets in. Ja, prima ingreep daar van Hakopov. Younes Dari weer in balbezit. Dari, ja. Dan wel nu de overtreding van Modari. Jorg Ooyevaar met de vrije trap. Kijkt even, misschien dat hij hem wel bij Jeugd International Biezen kan krijgen. Dat lukt niet, hij probeert het zelf. En de vingertoppen van Stet bracht een redding. Bal helemaal terug naar Jorg Ooyevaar. Die kijkt even, die speelt Buurman weer aan. Terug naar Jorg Ooyevaar. Uitstekend gespeeld daar. Afvallende bal voor het Veerhuis, maar dan gaat hij over de zijlijn. Oeizan, Modari. Mats Velsenboer aangespeeld, terug naar Modari. Er wordt uitstekend druk gezet door het Veerhuis in de aanvalsopbouw van Overkubo. En zoals gezegd,
Ze weten natuurlijk dat de ploeg van Antoine Gooyers behoorlijk snelheid kan ontwikkelen in de omschakeling. Met een vrije trap voor Hovo Kubo. Enorme aanloop daar van Latsen Boeijezan. Boeijezan en die schiet dan op de billen van Younes Dari. Prima gevoetbald, maar ook de interventie daar. En dan weet Younes Dari hem niet bij de tweede paal neer te leggen. Terugleggen Suleman, bal nog getoucheerd. Uitstekend werk daar van Daan Buurman. Terug naar Mukhtar Suleman. Dan over Kubo weer in aanval. Severins. Terug naar Latsen Boeijezan. Velzenboer aangespeeld. Uitstekende verdediging daar van het Veerhuis door. Velzenboer. Terug naar Mella. Overname van Amrani. Terug naar Velzenboer. Zakaria Amrani weer aangespeeld. Sam Wiese tegenover zich. Wiese, oei, die glijdt even uit. Geen ruimte voor het schot voor Amrani. Ja, wederom weer uitstekend daar wat het Veerhuis laat zien. En zo heeft Hovo Kubo ongemeen lastig in de openingsfase. Latsen Boeijezan. Terugleggen naar Amrani. Amrani. Legt hem af op Faisal Mella. Mella richting Molkerij. Molkerij kan de bal niet de juiste richting geven. Suleman. Ooievaar. Oh, Jorg Ooievaar. Jorg. Oh, jongen, die moet je maken, zeg. Ai, 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 ai. De uitgelezen kans op de 0-4. Misschien schrok hij zelf wel van de kans. Wie zal het zeggen? Maar wat een mogelijkheid was dat, zeg. Ja, zo krijgt deze onvervalste stadsderby meteen een hoop elan. Mella. Terug naar Rami Molkerij. Via Amrani krijgt hij de bal weer terug. Dan weer Boeijezan aangespeeld. Die probeert het zelf. Met wat moeite was dat daar een ingreep van keeper Stan Vertelman. Jeugdige keeper van het Veerhuis. Ja, prima verdedigd door de jeugd international Biezen. Thank you.
over. Kubo die gaat geen risico meer nemen. Meteen Dave Stitt in het spel betrekken. Want nogmaals gezegd, dat Veerhuis zit uitstekend in de wedstrijd. Terwijl de intrap voor Rakopov is. De oudste van het stel bij Veerhuis. Ja, dat was een te moeilijk balletje. Ja, en het Veerhuis het horen sowieso, denk ik, de jongste selectie qua leeftijd in de nationale eredivisie. Oeh, dan laat Hakenpot zich heel makkelijk aftroeven door Mats Velzenboer. Vrije trap terechtgegeven aan Hovo Kubo. Is het toch een klein beetje alarmfase 1, want als Mats Velzenboer gaat staan, dan berg je maar. Die heeft een ziedend schot in zijn rechterbeen. Mats Velzenboer, ik zei het al. Hard op de lat, ja ik zei het al, die heeft een ziedend schot in huis. Younes Dari moet het zelf proberen, ja goede poging. Werd iets te veel naar buiten gedrukt. Amrani. Mats Velzenboer. Mokeraai aangespeeld. Hakje. Terug naar Velzenboer. Geen ruimte voor het schot en verdwijnt die bal wederom in niemands land. Ja, veel voetballers die overigens hier op het plankier staan, komen elkaar ook op de voetbalvelden tegen. Hier Moktar Suleman, speler van het Horendse Hollandia. Evenals Jorg Ooyevaar, Daan Buurman en Mark Zwageman. En Faisal Mella. Natuurlijk ook actief in die hoofdklasse avonden zondag amateurs. Evenals Zakaria Amrani daar de interventie. Jorg Ooyevaar. Goeie redding daar van Dave Stedt. Afvallende bal voor Hakenpoff en die kan hem niet binnenhouden. Kortballetje Velzenboer uitstekend naar Faisal Mella. Velzenboer, Amrani. Ja, die kan die paas niet goed afleveren bij Amir Molkerij. Hensbal geconstateerd door scheidsrechter Rodriguez. Vrije bal. Vrij trap genomen door Daan Buurman via Suleman. Lanceert hij Daan Buurman. Ja, niks aan de hand. Goed gezien door de arbitrage van dienst. Minder dan 8 minuten nog te spelen in de eerste speelhelft tussen Hovo Kubo en het Veerhuis. Beide ploegen uit Hoorn. Stand 0-3 voor de bezoekende ploeg. Dat mag gerust wel een beetje een verrassing genoemd worden. Want het Veerhuis wordt natuurlijk in deze wedstrijd toch een beetje als een underdog beschouwd. Maar niets is minder waar. De ploeg van Antoine Gooyers, oftewel Vera, schroomt niet om er een uitstekende wedstrijd van te maken. Younes Dari, en die schiet net naast. Kort genomen, wederom op de vingertoppen van Stedt. En dus nu aan de andere zijde een hoekschop.
Suleman die zich ermee gaat belasten. Terug naar Daan Buurman. Younes Dari aangespeeld. Dan naar captain Hakopov. Suleman. Buurman, nee. En dan de interventie daar van Halvo Kubo. Amrani, uitstekende beweging van Zakaria Amrani. En een prima verdedigende actie daar van Younes Dari, hoor. Publiek hier in de opgang in Zwaag is nog wat stilletjes. En ik moet zeggen, een beetje ten onrechte, want het is... Vooralsnog kwalitatief een zeer behoorlijke eerste speelhelft, waarbij je de thuisploeg over Kubo toch wel mag verwijten dat ze iets wat te slordig zijn. Ja, en van die slordigheden heeft het Veerhuis in ieder geval drie keer gebruik gemaakt. Boeijezan, Severins. Terug naar Modari. Velsenboer aangespeeld. Dari weer. Dari moet met zijn kwaliteiten toch minimaal twee mannen aan zich kunnen binden. Probeert het zelf. Modari. Heeft al jaren de bijnaam de Magician. En niet een onrechte, want hij heeft af en toe onnavolgbare bewegingen in de zaal met dito doelpunten. Severins. Wipt hem naar Dari, aanname op de borst. Suleman weer tegenover zich. Suleman, nee. Uitstekend blok daar van Mukhtar Suleman. Ja, zo wordt er wat extra tijd gewonnen door Halvo Kubo. Door rustig aan te doen bij die spelhervatting. Younes Dari, heerlijke beweging. Blijft in balbezit. Speelt naar Daan Buurman. Daan Buurman, nee. Dari die weggezet wordt. Buurman die bal voorttrekt. Maar Dari kon niet doorlopen. Ja, dan krijgt hij nu een vermaning van scheidsrechter Koenen. Latsen Boeijezan speelt naar Velsenboer. Velsenboer, Dave Severins. Terug naar Boeijezan, daar het storende werk van Aram Hakopov. Goed, diepe bal, iets te diep. Stet, zo zag het. Ja, zo rolde er even een bidon daar op de vloer. Nou, ik heb daar nog een aardige anekdote voor. Ga ik die straks wel vertellen als er eventueel een time-out is. Want dat is toch wel een aardige. Terwijl het Veerhuis weer in de aanval is met Dari. Dari, nee, bal over de lijn. Goed gezien door scheidsrechter Rodriguez. Vier en een halve minuut nog in het eerste bedrijf tussen Halvo Kubo en het Veerhuis. De stand 0-3 vanuit Sporthal de opgang in Zwaag. Modari in balbezit. Speelt naar Dave Severins. Mats Velsenboer. Uitstekend onder druk gezet daar door Jorg Ooyevaar. Ja.
Akopov. Ooievaar. Akopov. Akopov. Ja, ai. Geen aanname daar van Jeugd International Biezen. Dat was jammer. Uitstekend gezien daar door Aram Akopov. Boeijezan. Modari aangespeeld. Dari. Probeerde daar met een mooie beweging Biezen te verschalken, maar dat lukte maar half. Vertelman, uitstekend. Ooievaar, hey, geen controle daar bij Thijs Nuchter. Mella namens over Cuba weer. Laat zijn Boeijezan door naar Modari. Modari moet hem breed leggen op Molkerij, doet hij ook. Molkerij moet hem nu voor gaan brengen, dat lukt niet. Dan probeert Dari het zelf met zijn linkerbeen. Nou, reken maar dat beide ploegen zich terdege hebben voorbereid op deze prachtige stadsderby. Over Kubo die sowieso per week treedt en soms drie keer met een uitstekend schot daar van Latsen Boeijezan. Maar ook Veerhuis heeft getraind en ik weet ook dat beide oefenmeesters gebruik hebben gemaakt van allerlei beeldmateriaal wat er op social media rond waard, terwijl er nu een time-out is genomen door coach Antoine Gooyers. Ja, dan kan ik die anekdote wel vertellen over die bidon. En dat is jaren geleden in het oosten van het land, in Lichtenvoorde om precies te zijn, als de twee Kuipers, toen nog compleet in de Eredivisie, daar stond aan het roer Marino Puzic, thans de assistentcoach van AZ en Alkmaar. En die coachen daar als de twee Kuipers. Die speelde tegen het Veerhuis. En het Veerhuis die had een hele mooie omschakeling vanaf eigen helft. En Puzic wist heel listig die omschakeling te verijdelen door een bidon in het veld te gooien. Jaren later probeerde coach Sander van Dijk dat kunstje ook nog een keer. Maar inmiddels trappen de scheidsrechters daar niet meer in. Hervat worden we nog 2 minuten en 44 speelseconden in het eerste bedrijf tussen Hovenkubo en het Veerhuis. Bijna de Hoorn. Tussenstand 0-3 dankzij 3 snelle treffers van het Veerhuis. De ploeg van trainercoach Antoine Gooyers had daar slechts 3,5 minuut voor nodig in deze wedstrijd. Maar kunnen ze die voorsprong vasthouden? Sterker nog, kunnen ze het uitbreiden? Want Hovo Kubo, de regerend landskampioen, wil zich natuurlijk niet. Hoi, daar een hele grote kans voor Hovo Kubo. Ik wou zeggen, Hovo Kubo die wil zich natuurlijk niet laten verrassen door een wat lager geclasseerde ploeg. Maar vooralsnog hebben ze hun handen vol aan het Veerhuis. Suleman met een trap. Richting Biezen. Biezen die morgenochtend vroeg weer vroeg zijn bed uit zal moeten. Samen met nog een aantal spelers, want ze zullen de verre uitreis moeten aanvaarden richting Haren. Vanwege het veldvoetbal in die hoofdklasse A, zoals ik eerder zei. Ja, nou vraag ik me toch echt af of dit een penalty is. Maar hij wordt wel gegeven door de arbitrage.
buiten beeld maakt de coach Antoine Gooyers nog een wegwerpgebaar. Maar dit is de kans natuurlijk voor Hovo Kubo om in ieder geval alvast die hatelijke nul weg te poetsen. Vertelman oog in oog met Rotterdammer Amrani. Amrani en die schiet hem voor de 1-7-3. Suleiman, raak! Oh! Wat gebeurt er hier in Sporthal? De opgang is waag. Seconden na de benutte penalty van Zakaria Amrani van Hovo Kubo is het Veerhuis razendsnel vandoor met Mookie, zoals hij liefkozend genoemd wordt. Oftewel Mukhtar Suleiman. Speelt door de stokken van Dave Stett en tekent aan voor de 1-4. Amrani, Bouyazan aangespeeld, Lachem Bouyazan, Mella. Houdt balbezit. Oh, wat heeft Hovo Kubo het ontzettend lastig tegen het Veerhuis. Daar een schot van Bouyazan, de international. Stan Vertelman met een ferme aangooi. Te ver. En dus de intrap voor Molkerij, snel genomen. Bouyazan. Faisal Mella aangespeeld. Mella door naar Zakaria Amrani. Breed naar Molkerij. Lachem Bouyazan. Zakaria Amrani zoekt ruimte voor het schot. Afspelen op de paal. Maar het is een doeltrap voor keeper Vertelman. Aangooi, nee. Nou, dat is misschien wel een puntje van aandacht voor de trainingen. De spelhervattingen van de doelman van het Veerhuis. Dat kan wel wat beter. Mella. Amrani terug naar Molkerij. Bouyazan weer aangespeeld. Mella krijgt hem niet goed voor. Dan wederom weer een kans. En dan wel een uitstekende goal van Lachem Bouyazan. Voor de 2-4. Uitstekende treffer, prima uitgespeeld door Hovo Kubo. Jorg Ooyevaar, afspelen, Dari, uitstekende redding daar van Dave Stett. Overname van Hovo Kubo. Bouyazan, Molkerij. Molkerij, uitstekende versnelling. Bal voor Vertelman. Ja, nu met 24 speelseconden te gaan is het een kwestie van balbezit houden voor het Veerhuis. En die 2-4 mee de kleedkamer innemen. Of Mukhtar Suleiman moet het op zijn heupen hebben. Maar dat lukt niet. Wel goed inmiddels voor 2 doelpunten in deze eerste speelhelft. Ja, ze tikken de seconde langzaam weg hier in de opgang in Zwaag. Een uitstekend bevolkte sporthal. Want de zaalvoetballiefhebbers hebben de gang naar deze sporthal gevonden en daar
klinkt de zoemer en de fluit. En is het rust hier vanuit Zwaag. In die prachtige stadderby tussen Halvo Kubo en het Veerhuis uit Horen. De tussenstand dus 2-4. We gaan eventjes kort pauzeren. We melden ons over een pak een beetje minuutje of 10 weer terug voor het tweede deel van deze enerverende wedstrijd. Tot straks. Oei, oei, oei. En nu is het zaak voor het Veerhuis om te zorgen dat ze weer een treffer gaan maken. En dan blijft het een spannende aangelegenheid hier in Zwaag. Als Ovo Kubo de zesde treffer weet aan te tekenen, dan vrees ik met vrezen voor het Veerhuis. Mella, terug op Velsenboer. Kaats daar met Amrani. Terug naar Amrani. Amrani onder druk gezet. Dan de intrap voor het Veerhuis. Daan Buurman terug naar Biezen. Biezen naar Akopov. Younes Dari. Prima bal op Biezen. Hoi! Ja, ja. Ingrijpt daar van Adam Hakenpot. Boeijan. Zakaria Amrani. Amrani, de linkspoot. Breed naar Faisal Mella. Mella richting de punt. Prima ingreep daar van Sam Biezen. Goede aanvalsopzet van Halve Kubo. Het werd doorzien door het Veerhuis. Mella. Amrani. Oh, wat een ruimte. Faisal Mella. Afleggen. Velsenboer. Nee. Goed verdedigd daar door Younes Dari. Zakaria Amrani daar zo. Zakaria Amrani. Voor de 6-4. Is het heilige vuur gedoofd bij het Veerhuis? Of weet de ploeg van Antwerp Gooi zich nog een keer op te richten in deze wedstrijd? Het zal nu heel zwaar gaan worden. Deze prachtige stadsderby. Van Jorg Ooyevaar. Weer even het schoeisel moet aantrekken. Katachtige reflex daar van Stan Vertelman, de doelman van het Veerhuis. Boeijan, hakje, Mella, Mella, nee, dat lukt niet. Boeijan, schiet naast. Suleman, 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 nee. Ooyevaar nog een keer, Mukhtar Suleman, Suleman, onder druk gezet. Ja, lichte touche even, Legend Boeijan. Ja, die kennen elkaar wel, want vorig seizoen speelde Mukhtar Suleman nog voor Halvo Kubo.
Ooievaar. Ooievaar loopt zich vast daar. Kan de bal niet binnenhouden. Modari. Terug op Mella. Molkerij. Amir Molkerij. Versnelling. Daan Buurman. Uitstekend. Ja. Nou, dat leek me toch geen overtreding. Maar scheidsrechter Rodriguez beslist anders. En dus een vrije trap voor Hovo Cubo. Modari. Haalt maar eens uit. Richting tweede paal. Afvallende bal voor Hovo Cubo. Raak, ja! Boeijerzand vandaag op schot voor Hovo Cubo. 7-4 de tussenstand. Dat zal nu een lastige opgave worden voor het Veerhuis. We hebben toch in een tijdbestek van een achttal minuten een voorsprong van 2 doelpunten zien verdampen tot een achterstand van 3 doelpunten. En dan gaat ook Younes Dari op de bon en die loopt weg alsof zijn neus bloedt. De scheidsrechter Sylvester Rodriguez. Heeft Younes Dari wel een gele kaart? Interventie, Younes Dari maakt het af. Nee, op de paal. Tjongejonge. Dit was toch een mogelijkheid voor het Veerhuis om weer enigszins terug te komen in de wedstrijd. Modari, hakje naar Mella. Faisal Mella speelt af. Molkerij, Molkerij, nee. Ja, de interventie van Younes Dari speelt af naar Suleiman. Suleiman, nee, uitstekende redding weer van Dave Stet. Prima. En zo blijft het ongemeen spannend in deze wedstrijd. Suleiman, Suleiman, Suleiman. Niks aan het handje, die blijft liggen. Maar Hovo Cubo is inmiddels vandoor met Molkerij. Modari. Amir Molkerij. Terug naar Dari. Meteen daar Biezen om zich heen. Hovo Cubo die voetbalt zich daar redelijk onderuit. Ging met wat kunst en vliegwerk. Jorg Ooyevaar die bal eventjes over de lijnen heen komt. Boeijerzand, Molkerij, Velzenboer, terug naar Amir Molkerij. Breed naar Latjen Boeijerzand, Boeijerzand weer naar Amrani. Overname van het Veerhuis, even consolideren, even die bal, Younes Dari. Nee, geen overtreding, goed gezien. Terwijl inmiddels buiten beeld Aram Hakepoff met het speciaal geprepareerde shirt klaarstaat. En dat betekent dat coach Antoine Gooijers van het Veerhuis vrij snel powerplay gaat spelen.
iets waar behoorlijk veel op getraind wordt door het Veerhuis. U weet dat dat Soelaas gaat bieden, Jorg Ooyevaar. Nee, Paasje onderschept daar Amerani. Mats Velzenboer, uitstekend, ja. Goh, prima gevoetbald. Heel flauw applausje ontstijgt hier vanaf de tribunes. Dat mag best wel wat meer zijn, want het was een uitstekende actie van Velzenboer. Ja, Younes Dari. En dat is ook een gele kaart, ja natuurlijk. Oei. Ja, volgens de letteren van het reglement is het een doorgebroken speler. Dat betekent een rode kaart voor Latje Boeijezan. Maar in de geest van de wedstrijd natuurlijk veel te zwaar gestraft. Kan dit dan nog een omkeer geven in de wedstrijd? Latje Boeijezan. Goed voor 3 treffers in deze wedstrijd. Overleg nog even met scheidsrechter Rodriguez die de kaart trok. Ook Molkerij er nog bij. Maar de arbitrage is onverbiddelijk en de trieste afgang van Boeijezan richting de kleedkamer. Het betekent voor het Veerhuis een overtal. Gaat de ploeg van Antoine Gooyers hier rendement uit te halen uit deze numerieke meerderheid. De vrije trap voor het Veerhuis. Jorg Ooyevaar die schiet en die schiet huishoog over. Twee zuivere speelminuten lang een ondertal voor Hovo Kubo, tenzij er gescoord wordt door Hovo Kubo. Bal over de lijn. Overleg even met Suleman en zijn oefenmeester. Ooyevaar in balbezit. Hakenpof. Die inmiddels het geprepareerde shirt uit heeft getrokken, want er is nu ook al een overtalsituatie. Maar die balcirculatie zal hoger moeten aan de zijde van het Veerhuis. Willen ze die driemansverdediging openrijten? Hakenpof. Ooyevaar. Baltempo veel te laag bij het Veerhuis. Om hier gebruik van te maken. Dari! Nee hoor, prima redding van Dave Stech. Coach Antoine Gooyers die denkt van, zolang het nog overtal is, laat ik dan maar even een time-out nemen. Even wat ruggespraak met de troepen. Kijk even op de tribune, zoals ze zegt, uitstekend gevuld voor deze wedstrijd. Langs de kant zien we onder andere ook international Joshua St. Justin staan. St. Justin natuurlijk ook geschorst. Even als Appia Tahiri. Boeijezan inmiddels terug van de schorsing. Vorige week kwam daar wel weer bij Tijani Cherkawi. Direct een rode kaart is te incasseren en zo grossiert Hovo Kubo natuurlijk wel in het gekleurde karton. Waarbij het spel zo hervat gaat worden door het Veerhuis. Nogmaals gezegd, er is nog een overtal voor het Veerhuis. We kijken even naar de klok, ruim een minuut overtal. Zoals gezegd, de baltempo dat moet hoger aan de zijde van het Veerhuis. Wil je die defensie van Hovo Kubo openrijten? Ooyevaar, Hakenpof, terug naar Jorg Ooyevaar. De crosspaas kan nog niet gegeven worden. Goed meeschuiven daarvan met name Zakaria Amrani. Alsof hij ook in zijn rug heeft. Daar prima balletje! Ja hoor!
En is het Younes Dari die de 7 tegen 5 weet aan te tekenen. Dat betekent meteen dat Hovo Kuban weer compleet is. Doen we maar even met de bal van Hydro West, Younes Dari. 7 tegen 5 met nog 8,5 minuten te gaan. En in 8,5 minuten zaalvoetbal kan er nog ongelooflijk veel gaan gebeuren. In deze ongemeen leuke en spannende stadsderby. Die de bal niet kon aannemen. En dus de intrap voor Ooievaar van het Veerhuis. Legt hem terug naar Suleiman. Suleiman naar Akerhof. Mukhtar Suleiman. Younes Dari aangespeeld. Akerhof. Dari. Akerhof kan niet bereikt worden door Younes Dari. Meegreep daar weer van Dave Stet. Mella breed naar Modari. Dari door naar Faisal Mella. Goed gespeeld. Mella stoomt op. Mella haalt uit. En de knuisten van Stan Vertonghen brengen redding. De lat geschoten door Molkerij. Prima kans. Jorg Ooievaar die nog even wat commentaar heeft op de leiding. Na die lichte aanvaring tussen Molkerij en Hakopov. Hakopov en Molkerij hadden al vrij snel de vrede getekend. Maar Jorg vond het nodig om er toch nog wat van te zeggen. Velzenboer, Faisal Mella aangespeeld. Mella, diepe bal naar Zakaria Amrani. Er blijft het balbezit voor Hovo Kubo. Tans op een 7-5 voorsprong staat. Velsenboer, diepe bal. Niemand op gelopen en dus is het keeper van het Veerhuis die de bal weer opbrengt. Suleiman, ja, probeer het maar eens. De bal wordt nog aangeraakt volgens scheidsrechter Koenen. En dan krijgen we buiten beeld het moment dat Aram Hakenpof erin komt als vijfde veldspeler. Om de druk op te voeren. Hakenpof als kleine veldmaarschalk zet de manschap op de juiste posities. En dan heeft coach Ab Marma, de interimcoach van Hovo Kubo, de mogelijkheid genomen voor een time-out. Hij gaat natuurlijk met zijn ploeg overleggen hoe ze dit powerplay moeten bespelen van het Veerhuis. Vijf en een half minuut nog aan zuivere speeltijd hier in de opgang in Zwaag. Ja.
Stoelen naar de supporters. Kom maar naar de 9e van Jos Drieke. En de knoppen opgehoord naar de schoenen die we nu laten maken. En vast als dat nog bedankt. Vijf, de tussenstand tussen Hovenkubel en het Veerhuis. Deze ongemeen leuke, maar vooral spannende wedstrijd. Daar waarin Hovenkubel vrij vlot in de wedstrijd op een behoorlijke achterstand kwam. Uiteindelijk met 2-4 achterstand de kleedkamer inging. En het eigenlijk in de eerste 5 minuten van het tweede bedrijf vrij snel wist te corrigeren tot een 5-4 voorsprong en het verder wist uit te bouwen tot zelfs 7-4. Thans 7-5 de tussenstand met Hovenkubel in balbezit. Amrani, Velzenboer, terug naar Modari. En het jagen daar natuurlijk bij het balbezit van Hovenkubel van de spelers van het Veerhuis. Goeie stop daar van Vertelman. Afvallende bal is voor Modari. Modari. Terugleg op Mella. Mella breed naar Mats Velzenboer. Die weer in balbezit. Brani, Mats Velzenboer. En dan Faisal Mella, moeilijk balletje op Darry, die lost het uitstekend op zich. Oh, wat voetbalt Hovenkubel in deze tweede speelhelft toch een stuk zorgvuldiger en beter als wat we in het eerste bedrijf hebben gezien, zeg. Nou, een wereld van verschil. Mella op eigen helft speelt naar Zakaria Amrani. Rechts Modari aangespeeld. Nu moet er aansluiting zijn van zijn compane. Mella, nee, slechte bal. Faisal Mella die toch vandaag een wat mindere wedstrijd speelt dan wat we normaal gesproken van hem gewend zijn. Ja, dat kan natuurlijk. Normaal gesproken is Faisal Mella eigenlijk altijd goed voor een voldoende in de wedstrijd. Het is vandaag toch wel wat minder. Een hoekschop voor Younes Dari. Terugleg op Suleman. En Suleman schiet over. Geen overtreding goed gezien door de arbitrage en dan kan de bal niet binnengehouden worden door Faisal Mella. Ja, laat ik van de gelegenheid ook maar even gebruik maken om thans de verste kijker van deze live uitzending nog even een warme groet te geven vanuit Zwaag. Het wordt op dit moment ook in China gekeken. Daar waar het diep in de nacht is. Mokhtar Suleman. Suleman, ja, aardige crosspaas, maar bij Younes Dari is het beste er ook wel een beetje af. Hij heeft natuurlijk verschrikkelijk veel speeltijd gehad in deze wedstrijd. Hakopov. Dari, Younes Dari, Dari. Over de knie bij Mulkeray, ja. En dit was wel een overtreding. Absoluut niet kaartwaardig.
Maar het betekent wel de eerste 10 meter trap van hedenavond, want Hobo Kubo stond inmiddels op scherp. De assistent scheidsrechter heeft zijn knutsel- en vreubelkunsten tentoongespreid door het bekende oranje torentje te vouwen. Achter de bal, international Jorg Ooyevaar. Oog in oog met Dave Stedt. Terwijl de vloer nog even geboend is. Stugge leer op 10 meter ligt. En we wachten op het fluitje van de arbitrage. Terwijl we nog 2,5 minuut aan zuivere speeltijd hebben hier vanuit Zwaag. Deze stadsderby tussen Hoge Kubo en het Veerhuis uit Hoorn. Stedt op zijn doel. Het fluitje gaat klinken en de aanloop komt daar van Jorg Ooyevaar. Oog in oog met Stedt. En gestopt door Dave Stedt. Die zijn 10 meter inzet gekeerd ziet worden. Terwijl buitenbeeld keeper Vertelman naar de vloer gaat. Ik denk krampverschijnsel. Die had wat last. En wederom gaat Veerhuis powerplay spelen. Nu doen ze dat van de andere kant met Jorg Ooyevaar. Ja, ik zei het al, daar wordt op getraind door de ploeg van Antoine Gooyers. En zoals ze zeggen, ze gaan het nu vanaf de andere kant proberen. Younes Dari met de versnelling. Wordt ietsje uit balans gebracht door Amrani. Scheidsrechter zit er geen overtreding in. Dan een ferme aangooi daar richting Amrani. Maar Hakopov had het in het snotje. Terugleg op Faisal Mella. Breed naar Mats Velzenboer. Terug naar Faisal Mella. De druk is daar van het Veerhuis. Geen aanname van Molkerij. De intrap is voor het Veerhuis. 120 speelseconden nog in deze stadsderby tussen Hoge Kubo en het Veerhuis. Tussenstand 7-5. En de bal rolt weer. Suleman. Hakopov, Jorg Ooyevaar, Hakopov, Suleman, terug naar Hakopov. Hakopov onder druk gezet. Biezen kon daar ook niks mee doen. Modari dan weer in balbezit, ja. En zet die maar eens in de hoek met een bal, dan kan je me bijna niet van afhalen. Kostbare seconden verstrijken zich hier. Hakopov, Ooyevaar, Suleman aangespeeld, Suleman, Biezen, prachtige goal zeg! Mooie assist van Jeugd International Sam Biezen. Oftewel Dr. Suleman scoort daar de aansluitende treffer, 7-6. 1 minuut en 10 speelseconden nog te gaan. Kan Veerhuis het forceren om er nog een gelijkspel uit te peuren? Laat horen voor nummer 9, Amir Molkerij. Terwijl Molkerij hier wordt bestempeld als man of the match.
Is het balbezit daar voor het Veerhuis? Nee, Moeka Soeneman laat zich makkelijk van de bal afzetten. Hakenpoel buitenbeeld geblesseerd. Darry op avontuur uit. Ja, en dan is het raak natuurlijk. Ja. Gefokt en verloren. Zo kun je dat toch stellen. Maken. Wat een heerlijke wedstrijd hebben we gezien hier in Zwaag. En de tijd zal nu het tekort zijn voor de formatie van trainercoach Antoine Gooyers van het Veerhuis. Om er nog wat uit te halen. Men blijft het proberen in het spelletje powerplay. Suleiman, ja, die wordt daar keurig door Amrani weggezet. Voor het Veerhuis. Younes Dari nu met het stugge leer in zijn handen. Gesproken worden over deze wedstrijd. Deze ongemeen leuke en spannende wedstrijd. Younes Dari, de linkspoot. En via de vingertoppen van Dave Stedt gaat hij er alsnog in. Van 32 seconden nog. Die tijd zal denk ik onvoldoende zijn. Modari probeert het nog een keer. Younes Dari. Ooyevaar loopt prachtig mee. Younes Dari, oh, die verslikt zich bijna in die bal. Balbezit blijft daar. Ooyevaar, nee. Bal is aangeraakt door Hoven Kubo. Dus een intrap voor het Veerhuis. Maar met 15 seconden te gaan moet Hoven Kubo dit toch over de streep kunnen trekken. Suleiman. Paasje naar Biezen. Het zit er niet in voor het Veerhuis. Bal over de lijn. 8,5 speelseconden nog te gaan. Jorgen Ooyevaar met de intrap. Laat het over aan Moeka Soeneman. Die bal in het lucht ledigen en gaat Veerhuis hier capituleren. Dit gaan ze niet meer recht breien. Bal nog over de lijn. 5 seconden nog te gaan. Hakenpoel die haast maakt, maar dat lukt niet. En dan de bal nog op de lat geschoten. En dan gaat de stoemer en de fluit klinken. En is de schatvreugde en het Veerhuis beslecht. In het voordeel van Hovel Kubo. Ternauwernood, dat wel, want het is 8-7 geworden. Maar hij staat wel. Tot zover deze live-out. En een goedenavond.